In 2018 is het precies 175 jaar geleden dat de eerste trein in Utrecht reed. Voor het Spoorwegmuseum een uitgelezen kans om in samenwerking met Studio PAM een vitrine in te richten rond het thema 175 jaar Utrecht Spoorstad. De medewerkers gaan met historische objecten richting het stadskantoor van Utrecht. Elk jaar krijgt een museum of instelling de kans om vitrine in te richten in het stadskantoor van de gemeente Utrecht. En dit jaar is de beurt aan het Spoorwegmuseum. Door in te zoomen op 4 jaartallen wordt aan de hand van deze objecten, beeldmateriaal en moderne kijkdozen de ontwikkeling van de stations en het verhaal van de medewerkers van de spoorwegen verteld. En de eerste is dus 1843. Dan hebben we er nog hier een aantal staan. Deze kast. En dan hebben we er nog eentje van 1940. Een ander belangrijk moment in 175 jaar Spoorstad. En dan de laatste, die staat daar, en dat is 1970. En dat is de omkeer naar de dienstverlenende functie van de NS. Helaas is de locatie niet openbaar toegankelijk, maar dat is volgens wethouder Victor Everhart des te meer reden om het museum te bezoeken. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen die hier langsloopt, die gaat stilstaan, gaat er naar kijken. Ja, vooral ook de kijkdoos, de bovenste vitrinekasten, dat trekt mensen aan, daar ben ik van overtuigd. En dan ga je vanzelf even dat verhaal en dan wil je er meer over lezen. En dat is het mooie hiervan, kleine introductie, maar hier gaan mensen inderdaad meer over willen weten. En dan is de weg naar het Spoorwegmuseum misschien ook wel weer sneller gevonden.